Erachter komen we de korter. Oi, 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 oi. Ja, we krijgen een nieuwe situatie in de wedstrijd.
De mannen hebben te lang naar elkaar gekeken. Ja, we komen erbij. We gaan sprinten met een groepje van 4 plus 2. Met 6 man naar de meet. Met 6 man naar de meet. Kenny de Haas aan de kop. Kenny de Haas aan de kop. Alles op niks voor Kenny de Haas van Lotto Pelikop. Kenny de Haas daar op stand 2. Kenny de Haas op stand 2. Kenny de Haas op stand 2. Oh, Kenny de Haas toch wel. Ja, ja. Kenny de Haas voor de overwinning hier net van de rapper. Dat is Kotwees van team net als Endura. Oi, meneer de Haas. Dat is bijna gezien. De vier mannen keken te lang naar elkaar. Die gingen te veel twijfelen. De vier met de 6. Maar Kenny de Haas van Lotto Verisol pakt hier de overwinning. Vreemd vanaf de 7e plaats. Wordt gewonnen door Remco te Bragen, als denk wel naar officieus. Maar de mannen die hier ook gaan afsporten voor hun klassement hier in Hogeveen. En houdt u weer in de finale in de Akelstraat de boel nog vrij voor de renners die hier gaan finishen. Jan Lindeman, 1, 2 en 3. Kiel Reijnen en Ronald onder de boarding door van Pet de Hogeveense Courant, de halftijd deelnemer de weg naar de meet. En die sprint er nog alsof een levender van afhangt. Nog eventjes de spiertjes op scherp zetten voor morgen, een editie van Dwars door Drenthe. De energie was Dwars door Drenthe en de mannen van Lotto Belisol weten dat Kane de Haas heeft gewonnen. Bert-Jan, voor jou, vorige week ster van Zwolle, vandaag zat je er weer kort erbij. Ja, het was mooi om finale te rijden, op de kant ging het heel goed. Bij de schifting zat ik er goed bij, maar jammer genoeg niet. Jammer genoeg niet, ik dacht bij het verlaten van de Van Berg, dit is misschien wel de kans voor Bert-Jan om nu de aanval te kiezen. Ja, ik vertrouwde wel op mijn sprint. In de ster was hij ook wel goed. En in de finale, de laatste 200, had ik hem net iets te licht staan. Dus ik kon er niet echt goed uitkomen. En dan verlies je. Dan verlies je, want desondanks toch een hele mooie derde plaats hier in Drenthe. Mr. Twaits, second place, that's nice. Yeah, it's a good result. Last year we had the first three, but I think that was partly the weather. You know, we like riding in the rain, but you know, today it's good to have the team again on the podium. The last K, I thought these guys were surprised by the guys who were hunting you. Yeah, we never really got much more than 30 seconds, so when we started to play at the end, they were always going to come back, but I think we showed on the last climb that we were the strongest four riders, and yeah, when Kenny started the sprint, he was just too fast for me. He was too fast, hij was vandaag te snel. Kenny de Haas was inderdaad te snel. Kenny, ik zei het al eventjes, ik dacht misschien die jongens worden nog verrast. Ja, ik was eigenlijk zelf een beetje verrast, want op kilometer of twee van de meet zaten de ploegauto's ertussen. En normaal gezien hebben we dan drie kwart minuut, een minuutje. En ja, dan begonnen we te pokeren. En op 300 meter van de meet, juist met de laatste bocht. Kijk, ik kom en ik zie die mannen vol komen. Ik zeg, het zal van ver moeten te doen zijn. En ik ben van ver begonnen en kon iedereen nog afhouden. Van ver begonnen tot aan de meet volgehouden is een mooie overwinning. Ja, zeker. Het is de eerste van het jaar. En hele mooie. Nou, we hopen dat we nog heel veel gaan volgen. Jongens, ik laat jullie niet lang wachten, want het is ijskoud hier op het podium. Dames en heren, nogmaals uw welgemeende applaus voor de nummers 3, 2 en 1. Bert-Jan Lindemans, Scott Hoeys en Kenny de Haas.